Welkom bij Dagelijkse Kost. In de koude maar gezellige decembermaand trekken we met de belbus door de Westhoek. De Westhoek die loopt dus van Diksmuiden naar Ieper, Heuveland, Poperingen. Ja, dan gaan we wat klanten ophalen. Nee? Dat gaat een mooi ritje worden. Ook al lijkt het soms zo, toch heeft de tijd hier niet stilgestaan. De boer heeft respect voor het land en al wat het voortbrengt. Op het Eendehof in Avenkapelle maken ze van duurzame landbouw een etenzaak. Ik ben Willem de Wikke van Hoevenvlees Eendehof en samen met mijn familie kweken we hier varkens op een diervriendelijke en ecologische manier. We zijn hier op Hoevenvlees Eendehof, een rare naam voor een boerderij waar ze varkens en rundvlees verkopen. Toen we huwden, noemden we dit hier het Eendehof en we zijn die naam blijven houden. Ondertussen weten de mensen allemaal dat ze hier geen Maigret de Canard moeten komen halen of foie gras, maar dat hier is voor vers varkens en rundvlees. De varkens komen hier toe als beg, iets van een 8 tot 10 weken oud, 20, 25 kilo. En zitten hier tot aan een slachtgewicht van 100 kilogram levend. Ze zitten hier dus iets van een 4 à 5 maanden. Dat is langer of in een traditionele stal, dat is enkele weken langer. Door het feit dat het varken langzamer gegroeid heeft, dat veel rondgelopen heeft, maakt het ietsje meer vetmassa aan, wat resulteert in veel malser vlees. Een lekkerder vlees, sappiger van smaak. Natuurlijk, het kost ietsje meer. Het is niet mogelijk dat iedereen op deze manier varkens begint te kweken, want dat wordt niet betaald in de gewone handel. Alle varkens die hier gekweekt worden, worden ook verkocht op onze markten en onze eigen winkel. Daardoor is dat voor ons haalbaar en lukt dat. Voor we uitladen, uit de groep uithalen, loop ik eens in de stal en teken ik met een stift. De varkens die meest slachtrijp zijn, die het dikst zijn. Wanneer ze een slachtgewicht hebben, een levend gewicht van 110, 115 kilogram, worden de varkens naar het slachthuis gevoerd. Een slachthuisje hier dichtbij. Zodanig dat ze echt rustig zijn, dat ze niets van stress hebben. Wat ook een hele grote factor is voor mals vlees. Het zo klein mogelijk houden van de ecologische voetafdruk is voor ons ook een heel belangrijk punt op ons bedrijf. Dit doen we vooral door onze stroom zelf te maken. Hoe doen we dat? We hebben hier op de loods, ligt vol met zonnepaneel. De helft van onze stroom maken we zelf. En ons voeder voor ons varken wordt ook grotendeels gemaakt met onze eigen geteelde tarwe die hier ligt. Wat dus ook weer de voetafdruk een heel stuk kleiner maakt. Wij hebben een hoefwinkel waar we onze varkens verkopen, onze versneden varkens hebben zelf versneden en al. Maar wij doen ook de markt. 6 maal in de week sta ik samen met mijn dochter op de markt. Het brengt ook heel veel variatie in mijn leven eigenlijk. 'S morgens de dieren eten geven, de dieren strooien. 'S ochtends vroeg, 'S morgens dan wassen, verkleden naar de markt. Tussen de mensen, tussen het volk. Dat is mijn leven. Een eerlijk stukje vlees, meer moet dat niet zijn. Ik maak een legendarisch